NEC trainde donderdag voor de wedstrijd tegen FC Utrecht anders als normaal. Er werd namelijk in alle rust getraind in het Goffertstadion zelf. Ja, klopt. Dat is ook waarom we het doen. He, omdat je, het veld is goed en een andere omgeving is lekker rustig. En, gisteren hebben we het ook gedaan, dat beviel heel goed, dus vandaar dat we het weer deden. Voor de familiesfeer was het wel goed. Na afloop kon Lasse Schöne nog even met zijn zoon Robin een potje voetballen. Papa Schöne laat even zien hoe het moet. Nog even de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Ajax. Dat won met een doelpunt in de 88ste minuut. Met wat voor een gevoel ga je dan naar huis? Ja, wel met teleurstelling, maar ook wel met een goed gevoel, moet ik eerlijk zeggen. En een gevoel dat we, als je kijkt naar de reactie van het publiek na de tijd, dat we echt iets met elkaar hebben proberen te bereiken. Dat is het eigenlijk niet gelukt, maar wel het gevoel dat we met elkaar heel veel strijd hebben geleverd en bijna Ajax punten hadden afgesnoept. En ja, dat gaf wel een goed gevoel. Een moment waar iedereen het ook na afloop over had, was de gestopte strafschop door Matthijs Brandenhorst. En vooral de reactie van het publiek erna. Ja, het was wel echt een fantastisch moment. Kippenvel moment voor mij. Ik had ook het idee dat het gevierd werd alsof we gescoord hadden. Dus ik voelde eigenlijk de trillingen van het geluid langs me heen gaan. Dus het was wel een heel speciaal moment. Maar goed, de focus weer op FC Utrecht, want er staat nog wel wat op het spel. Plek 8, dat recht geeft op play-offs voor Europees voetbal. De doelstelling is natuurlijk altijd geweest handhaving. Nou, dat is nog niet officieel, dus daar zullen we ook zeg maar, de punten voor moeten halen. Maar op het moment dat we dat doen, dan blijven we meedoen op plek 8. We staan 1 punt achter, ook al hebben we de laatste 2 wedstrijden verloren. Dus je houdt zicht op die plek. En ik vind dat je daarvoor moet gaan. Ik vind ook dat we de kwaliteiten daarvoor hebben om daarvoor te gaan. En zolang het mogelijk is, moeten we dat in het zicht houden. De eerste horde is vrijdag FC Utrecht. Thuis werd er verloren met 0-3. Wel een beetje een geflatteerde uitslag. Het klopt wat je zegt. Hè. Hier thuis was het gelijk opgaande wedstrijd, alleen zij scoorden de doelpunten. En, nu zit je in een hele andere fase. Hè. Dat zei ik vorige week tegen Ajax. Het elftal van Utrecht zit in een andere fase en wij zelf ook. Dus we hebben gewoon een plan gemaakt naar die wedstrijd. En dat zullen we morgen proberen zo goed mogelijk uit te voeren. En hoe die wedstrijd precies loopt, dat weet je nooit van tevoren. Hè. Utrecht heeft ook best veel wisselingen de laatste tijd. Wij hebben dat niet zoveel. En we zullen zien hoe het morgen gaat. Men snakt gewoon, jullie ook denk ik, echt weer naar een overwinning. Zeker. Ik denk dat we een hele belangrijke overwinning hebben gepakt tegen Cambuur uit. Niet met het mooiste voetbal, maar wel effectief. Ik heb vertrouwen in het einde van de competitie. Als we het goede spel vasthouden en we beginnen te scoren, dan kan het nog wel mooi eindigen voor ons, denk ik. En 1200 uitsupporters mee. Ja, dat wordt mooi. En daar kijken we naar uit. Het is een groot uitvak en die is gelukkig helemaal vol. Maar dat zal een geweldige sfeer geven. Als ik kijk naar het hele jaar al hoe we gesteund worden, dat is formidabel.